Dit is het Weerjournaal van vrijdag 25 april met vandaag. Lintjesregen, weert en nederweert en viering laatste schooldag. Dames en heren, een heel goede avond. Vanwege een schoorsteenbrand in een woning was donderdagavond de Emmasingel in Weert afgesloten voor al het verkeer. En raakte bij het brandje niemand gewond. Omstreeks 20 minuten over 10 werden de brandweer en politie gealarmeerd voor het schoorsteenbrandje. Dat zorgde voor de nodige rookontwikkeling. De brandweer had de calamiteit vlot onder controle door de smeulende resten te verwijderen en vervolgens de schoorsteen te reinigen. Omdat de ladderwagen de nodige ruimte innam, besloot de politie een gedeelte van de singel af te sluiten. Verkeer werd omgeleid via de Maaspoort. Omstreeks 11 uur was de situatie onder controle en werd de weg weer vrijgegeven. En ook in Weert vond vandaag de jaarlijkse lintjesregen plaats. Totaal werden vanmorgen 20 inwoners onderscheiden met een koninklijke onderscheiding. En wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. De bijeenkomst vond plaats in het Munttheater. Op het podium waren de gedecoreerden uitgenodigd. Voor sommigen een verrassing en met een smoes naar het theater gelokt. Voor anderen was het snel duidelijk waar het vandaag om zou gaan. De eerste die een lintje ontving was Piet Baans. Hij was 25 jaar vrijwilliger bij de schutterij op Leuken. Is al 30 jaar penningmeester van de volleybalclub. En verricht al meer dan 10 jaar vrijwilligerswerk voor oudere verenigingen in Weert. Burgemeester Heijmans spelde hem de versierselen van morgen op. De eerste vrouw in het gezelschap van morgen was mevrouw Gerda Broens-Stijvers uit Stramprooi. Hier is zij al sinds 1959 mantelzorger. Dus al 55 jaar helpt zij naasten in de samenleving. Ook is mevrouw Broens ruim 20 jaar bestuurslid bij het kerkelijk zangkoor. Vrijwilligster in het zorgcentrum, bestuurslid bij de sportvereniging. En was ze ook nog 10 jaar vrijwilligster in de kerk van Stramprooi. Een terechte koninklijke onderscheiding. Hierna richtte de burgemeester zich tot de heer Schier Lenders uit Stramprooi. De 86-jarige heer Lenders is bijna 25 jaar vrijwilliger op het zorgcentrum Martinus. En nog steeds is hij met grote regelmaat aanwezig in het zorgcentrum om de helpende hand te bieden. Tevens is hij nog secretaris van de ouderenvereniging op Leuken. Een functie die hij al sinds 1993 bekleedt. Ook hem spelde de burgemeester het lintje op. In het grote gezelschap was mevrouw Leentje Muizers van Kimmenade uit Weert de volgende. Ruim 60 jaar is zij lid en vrijwilliger van Zij Actief Nederweert. Collecteert ze al 30 jaar voor de Hartstichting en verricht ze al 25 jaar mantelzorg in haar omgeving. Ook zet ze zich in als secretaresse van de ouderenvereniging Tungelrooi, lid van het missiecomité en vrijwilligster voor pedagogisch sociaal werk. De heer Tjeu Kremers uit Stramprooi was met 86 jaar de oudste in het gezelschap. Ruim 45 jaar was de heer Kremers vrijwilliger bij buurtschap De Hei. Hij was lid van de werkgroep Ouderenhuisvesting, 30 jaar vrijwilliger in de kerk van Stramprooi, bij de imkerverenigingen, de laatste 7 jaar ook nog in wooncomplex Veuskeshoof, waar de heer Kremers momenteel woont. En ook hij kreeg het lintje opgespeld door de burgemeester. Allerlei spullen. De heer Wiel Rutjes uit Weert zet zich al 30 jaar met ziel en zaligheid in voor de minder bedeelden in Polen. Al jaren heeft hij een stichting die spullen inzamelt en regelmatig naar Polen brengt. De heer Rutjes verblijft hierdoor vaak in Polen, waar hij zorg draagt dat de goederen en financiële hulp op de juiste plaats terechtkomen. Zijn woning is dan ook volledig ingericht voor opslag van alle hulpgoederen. Daarna was het Tjeu Koppen uit Weert. De burgemeester benoemde onder andere zijn 25-jarige inzet voor de scouting en zijn bijdrage als collectant in de Moezelkerk. Daarnaast is de heer Koppen al 35 jaar vrijwilliger in de Martinuskerk. En sinds 1990 is hij bekend als stadsgids voor de gemeente Weert. Met zijn boeiende verhalen heeft hij Weert op een enthousiaste en positieve manier uitgedragen aan veel Weertenaren en toeristen. Mevrouw Janne Mazeland Heesbeen verdiende ook het lintje. Dit vanwege haar al bijna 50 jaar trouwe inzet als organiste van het dameskoor op Moezel en de Moezel Vinken. Ook in de zorgcentra van Berloheem en Ververshof. En daarnaast was ze bestuurslid van de Orgelkring Weert, de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, de ouderraad van de Pius Tienschool en zat ze 20 jaar in de marktcommissie van de gemeente Weert.
Waardering was er ook voor de heer Rien van Kuik uit Weert. Ook hij heeft vele jaren vrijwilligerswerk verricht. Hij was bestuurder in de ouderenvereniging, voorzitter paviljoencommissie van tennisclub Boshoven, verzorger en masseur van het jeugdvoetbal ODA, 20 jaar hoofdleider kindervakantiewerk, 15 jaar vrijwilliger in het zorgcentrum en bestuurslid van de bridgeclub. En hij helpt al 10 jaar mee in en om het huis van Nicolaas. Mevrouw Thea Spronk-Niesing werkt ruim 25 jaar als vrijwilliger in het Weerter ziekenhuis. Tevens is ze als vrijwilligster betrokken bij dienstencentrum De Roos. Het WOK Muziektheater maakt ook al 20 jaar gebruik van haar diensten voor en achter de schermen. En daartussendoor zet mevrouw Spronk zich al vele jaren in als mantelzorger. Pierre Eemans werd ook onderscheiden. Bij maar liefst 8 verschillende verenigingen is de heer Eemans actief. Zo is hij al 30 jaar betrokken bij de atletiekvereniging Weert, de EHBO-vereniging, vastelovend vereniging De Verkenscup, de wandelclub in El, wandelsportvereniging OLAT en hij is nog steeds vrijwilliger bij Bospop en Bantopa. Van de Koning, het lintje van het publiek in het theater, het applaus. Een koninklijke onderscheiding was er vanmorgen ook voor mevrouw Emmy Voets-Smit. Zij kreeg het lintje opgespeld als blijk van waardering voor haar inzet als vrijwilligster van de Sint-Oda-parochie op Boshoven, vrijwilligster van de volleybalclub Boshoven en 25 jaar is zij al actief voor de Sint-Franciscus-parochie in de wijk De Biest. De in Weert geboren Jan Hendricks was de volgende gedecoreerde. De heer Hendricks is al 25 jaar zeer betrokken bij de sport in Weert. Al sinds 1990 is hij vrijwilliger bij de wandelsportvereniging. Was hij vrijwilliger bij Super 5 en de fietsvierdaagse. Ook zet hij zich in bij de toneelgroep, is hij torenwacht in de Martines en is hij nog steeds chauffeur op de buurtbus. Ook mevrouw Joke Kompanjer van Gilst werd door de burgemeester in het zonnetje gezet. Ook zij zet zich al vele decennia in als mantelzorger. Ze verrichtte bestuursfuncties voor de schoolvereniging, is secretaris van het Battlekoren Weert, secretaris van het Missionair Overleg Weert en regelde jaren de kindernevendiensten in de protestantse gemeente. En of dat nog niet genoeg is, begon ze 5 jaar geleden ook nog als vrijwilligster bij de Wereldwinkel. Daarna was de spot gericht op de heer Jo Verspeek. Naast zijn taak als mantelzorger kan de voetbalvereniging Wilhelmina al sinds 1972 een beroep op hem doen als vrijwilliger en bestuurslid. Dat doet hij ook bij Tuinpark Lamershof, is bestuurslid bij Tennisclub Weert en bij jongerensociëteit Het Pumke. Tot slot is de heer Verspeek penningmeester van Weert Lokaal. Mevrouw Carla Jacobs Verstappen was 12 jaar raadslid in Weert. Naast het raadslidmaatschap had ze zitting in diverse politieke commissies. Hiervoor werd ze vanmorgen onderscheiden door de burgemeester. Ook was mevrouw Jacobs vele jaren als vrijwilliger actief bij de voetbalvereniging FC ODA en handbalvereniging Rapiditas. Lid in de Orde van Oranje-Nassau geldt vanaf vandaag ook voor Piet Bos. De heer Bos zet zich al meer dan 40 jaar in voor de rogstekers. Achter de schermen verricht hij al die jaren heel veel werk. Ook bij Tour en Wielerclub Weert is Piet Bos al sinds 1980 actief. Daarnaast is hij mantelzorger, chauffeur op de buurtbus en vrijwilliger in de ODA-parochie. Mevrouw Bea Kneepkes-Gubbels uit Weert was de 18e die gehuldigd en bedankt werd. Zij zet zich al 35 jaar in voor de scouting Hubovra, waar ze op vele fronten haar bijdrage levert. Ook de stichting Bospop kan al meer dan 15 jaar een beroep op haar doen. Ook zij werd onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gold ook voor de heer Harry Lameriks. Al sinds 1978 is hij vrijwilliger bij de voetbalclub Moezel en later bij de fusieclub MMC. Ook bezorgt de heer Lameriks al 13 jaar het parochieblad op Moezel en Keent en is hij vrijwillig voetbalscheidsrechter bij de KNVB. En de laatste die vandaag in Weert werd onderscheiden was mevrouw Corrie Jansen van de Mortel. Ook zij werd in het zonnetje gezet vanwege haar vele verdiensten voor de samenleving. Zo was zij 20 jaar medewerkster in de mediatheek op de Philips van Hoornen, secretaris van het schoolbestuur Laar, bestuurslid buurtschap de Rietstraat, collectant van Prinses Beatrix Fonds, penningmeester van ouderenvereniging Laar en al 13 jaar vrijwilligster belastingspreekuur in De Roos. En alle gedecoreerden werden na afloop door de familieleden gefeliciteerd. Komende zondag zijn ze alle uitgenodigd op de Oranje Receptie, aansluitend aan het concert van Harmony Antonius.
Hier zijn allen die in het afgelopen jaar een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen voor uitgenodigd. En deze bijeenkomst is in het Muntheater en is openbaar. En natuurlijk waren er in Nederweert ook lintjes te verdelen. Maar waar er in Weert sprake was van een ware lintjesregen, bleek in Nederweert slechts wat motregen. Slechts 4 inwoners werden vanmorgen onderscheiden. In Nederweert is het nog traditie dat de burgemeester met de wethouders in zijn kielzog bij de gedecoreerden thuis op bezoek gaat. Sommigen van hen weten dan nog niks en worden enorm verrast. Het eerste adres vanmorgen was op Steer in Nederweert Eind. Hier woont Geer Vaas. Hij zet zich al 28 jaar belangeloos in voor het Sint-Nicolaas-comité. Niet alleen als vrijwilliger, maar ook als bestuurslid. Daarnaast is de heer Vaas al bijna 25 jaar actief voor de vastelovendvereniging De Pinmakers. 13 jaar bestuurslid van de EHBO-vereniging. En tot slot staat hij al 11 jaar wekelijks op het voetbalveld als scheidsrechter voor RKSVO Ospel. Daarna ging het gezelschap naar Einderhoof, waar ze Drien Gommers Vaas verraste. Ook vanmorgen was Drien bezig met haar vrijwilligerswerk. Samen met de bakkersgroep bakt ze op ambachtelijke wijze vlaaien van vroeger. En dat doet ze al 20 jaar. Met haar aanstekelijk enthousiasme weet ze velen aan zich te binden. Dat geldt ook voor haar inzet bij Zij Actief, waar Drien al 25 jaar vrijwilligster is. Dat is ze ook bij Festijnder. Ze is bestuurslid van de seniorenvereniging Nederweert Eind. En tot slot maakt ze al 12 jaar tijd om te collecteren voor de Hartstichting. Reden voor de koning om haar een lintje toe te kennen. In buitencentrum De Pelen trof burgemeester Evers Tje Beelen. Hij werd in het zonnetje gezet vanwege zijn verdiensten. De heer Beelen maakt al 25 jaar deel uit van het overlegorgaan van de Grote Peel. Was 10 jaar bestuurslid van de Stichting Katholiek Onderwijs Nederweert. 9 jaar bestuurslid van het jeugdkoor en medeoprichter en penningmeester van jongerenkoor Voices. Daarnaast was Tje Beelen lid van het comité Restauratie Lambertuskerk. Lid van comité Thank You Britain. 3 jaar wethouder van Nederweert. Bestuurslid van Tafeltje Dekje, De Zonnebloem en de Stichting Welfeer. Ten slotte was hij 38 jaar actief als hulp Sinterklaas voor scholen. Een zeer terechte erkenning in de vorm van deze koninklijke onderscheiding. Wettelijk moeten alle onderscheidingen voor 12 uur zijn uitgereikt. Daarom ging het gezelschap op de valreep terug naar Nederweert Eind, waar ze aanbelde bij mevrouw Leni Makkes van Brussel. Deze muzikale inwoner van Nederweert zet zich al 19 jaar in voor jeugdkoor De Sleutels en is al 14 jaar bestuurslid van jongerenkoor Sympathie. Ook was ze 5 jaar bestuurslid van het buurtschap. Al sinds 1986, bijna 30 jaar dus, is Leni Makkes vrijwilligster voor de parochie in Nederweert Eind, waar ze vele taken vervult. Ten slotte was ze leesmoeder op de basisschool, is al 40 jaar lid van de carnavalsvereniging, 20 jaar vrijwilligster bij Festijnder en, alsof het nog niet genoeg is, is ze ook nog bestuurslid van Stichting Gemeenschapshuis Reigershorst. Vol trots ontving zij de koninklijke onderscheiding van burgemeester Evers. Morgen krijgen alle gedecoreerden van het afgelopen jaar in Nederweert een abade aangeboden door Harmonie Sint-Jozef. En dat gebeurt om 10:30 op het Raadhuisplein en aansluitend is er een openbare receptie. Vanaf gisterochtend is de lader weg vanaf de kruising Ringbaan Noord afgezet voor al het gemotoriseerd verkeer. En ook de bussen die kunnen niet meer door. Volgens reizigers was Veolia niet op de hoogte van de afsluiting. Reizigers moeten eerder de bus verlaten en dat is voor met name ouderen een gevaarlijke situatie. Volgens de dorpsraad is de afsluiting van de laderweg niet gecommuniceerd. Waarom de weg nu is afgesloten was niet bekend. De gemeente liet ons telefonisch weten dat de afzetting te maken heeft met werkzaamheden van steden. En die hebben weer te maken met de aanleg van de Groene Golf. De gemeente heeft vergunning verleend voor de afzetting. Voorwaarde dat de uitvoerende partij dit goed communiceert. En daar gaat het fout. Want en de bewoners van Laar en vervoerder Veolia weten van niets. Gevolg, bussen kunnen het dorp niet bereiken en laten reizigers op andere plekken uitstappen. Volgens de voorzitter van de dorpsraad Laar zijn er voorbeelden bekend van reizigers die in de wijk Molenakker de bus moesten verlaten. En een bewoner van het Wozoken Hushoven die bij de stoplichten al de bus uit moest en zelf naar het ouderencentrum moest lopen. Is dit een klassiek geval van vingerwijzen naar elkaar? Gemeente zegt dat steden beter had moeten communiceren en bijkomende zaken zoals omleidingen had moeten regelen.
En Steden zegt dat de gemeente Weert als wegbeheerder dit soort zaken moet regelen. Feit is dat bewoners van Laar gedupeerd zijn en nog enkele weken ongemak ondervinden. Op veel basisscholen in Weert en Nederweert werden vandaag weer de Koningsspelen gehouden. Voor de tweede keer werd het sportieve feest georganiseerd en dit jaar werd zelfs een wereldrecordpoging ondernomen. Basisschool Aan de Bron was een van de 5400 scholen in ons land die meedeed aan de tweede editie van de Koningsspelen. De meeste kinderen kwamen in de ochtenduren in het oranje naar school en waren er helemaal klaar voor. Voordat de sport- en spelactiviteiten van start gingen, kregen de kinderen eerst een ontbijt aangeboden. Het koningsontbijt. Alle deelnemende scholen kregen het ontbijt gratis aangeboden. En de kinderen lieten het zich dan ook heerlijk smaken. Iedere school mag de koningsspelen vormgeven naar eigen wensen en mogelijkheden. Als het maar te maken heeft met sport en spel. Doel van de Koningsspelen is om jongeren te stimuleren, te bewegen of te sporten. Dit is immers belangrijk voor een sociale en lichamelijke ontwikkeling. Het speelplein van de school, maar ook het naastgelegen parkje aan de Maaslandlaan, was vervolgens het domein voor de kinderen. De hele ochtend konden zij onder een heerlijk lentezonnetje naar hartelust spelen. Ook werd een poging gedaan een wereldrecord te breken. Alle kinderen moesten tegelijkertijd meedansen op het nummer van Kinderen voor Kinderen, Doe de Kanga. En het wereldrecord werd verbroken. De tweede editie van de Koningsspelen waren gezien het mooie weer, het enthousiasme van de kinderen en het wereldrecord een groot succes. En nu kunnen ze gaan genieten van de meivakantie. Het was rustig op de scholen in het voortgezet onderwijs vandaag. De leerlingen zitten midden in de toetsweek en zijn in opperste concentratie. Ze werden niet gestoord door de eindexamenleerlingen, want die vierden hun laatste schooldag elders. De eindexamenleerlingen van het kwadrant, Philips van Hoorne en het college namen vandaag afscheid van het middelbaar onderwijs. 4, 5, 6, sommige 7 jaar hebben ze in de schoolbanken gezeten. De viering van de laatste schooldag is altijd een grote happening. Voor het eerst hebben de schoolbesturen dit jaar besloten om het schoolprogramma buitenshuis te laten plaatsvinden. Het college kwam bij elkaar in de Poort van Limburg, Philips van Hoorne leerlingen bij Kinderpretland en het kwadrant in gemeenschapshuis Groenewoud. De reden waarom dit besluit werd genomen is dat de laatste schooldag dit jaar midden in de toetsweek valt. Viering op de scholen zou te onrustig zijn voor de andere leerlingen. Dus genoten de leerlingen op een andere plek van een feestprogramma. Leerlingen van de Philips van Hoorne hebben in Kinderpretland alles zelf geregeld. Van versiering tot catering en muziek en dans. Het schoolprogramma duurde tot 1 uur of 3 en daarna waren de leerlingen vrij om te gaan en staan waar ze wilden. En gebruikelijk trekt dan het gros naar de Oelemarkt. Daar wordt al jaren naar tevredenheid van alle partijen de LSD voortgezet. Vorig jaar nam de gemeente het besluit om de regierol los te laten. Uiteraard was er nog wel toezicht en controle. En na vandaag begint de voorbereiding op het centraal eindexamen. En de eerste examens worden op 12 mei afgenomen. Tot zover de journaalberichten. In het kader van Weert 600 jaar stad kunt u zondag gaan kijken naar een speciaal praatprogramma op Weert Televisie. Aanstaande zondag 27 april om 10 uur de eerste uitzending van 1414, een maandelijkse kijk op het jubileumjaar Weert 600 jaar stad. Een nieuw programma op WTV in samenwerking met de stichting Weert 600. In deze eerste aflevering tal van gasten, zoals John van Kouteren over de geschiedenis van Weert, Johan Kremers, bestuurslid van de stichting Weert 600, het NK Triathlon in Weert wordt toegelicht door Suzanne Hansen, Wendy van Doren en Leon Smolenaars, hoofdrolspelers in de musical Rogsterkers de Legende, Lei Hoebe, winnaar van de Weert 600 Flywedstrijd, de gesproken column van Jasmine Magdash, de nieuwe gast van de burgemeester, Antje van der Statie neemt het Weert 600-programma van de komende maand door en stadsgids Carla Bronswaar laat een markant stukje Weert zien. Zondag 27 april om 10 uur, 1414, een maandelijkse kijk op Weert 600. De uitzending begint om 10 uur 's ochtends en wordt vanaf 2 uur om de 2 uur herhaald.
De werkzaamheden in de binnenstad die zijn nog volop aan de gang. Een gedeelte is al klaar, maar er moet nog ontzettend veel gebeuren. Vandaag bekijken we samen met Van Boekel Zeeland de reeds gerealiseerde stukken en blikken vooruit naar wat nog komen gaat. Dames en heren, vandaag een update van de werkzaamheden hier bij het stadhuis en bij het station. Er is al ontzettend veel werk verricht, dat heeft u vast wel gemerkt. De werkzaamheden, Ivo, zijn grotendeels hier bij het stadhuis en de Driesveldlaan hier op de Singel klaar. Ja. Is het werk hier helemaal voltooid? Nou, op een paar kleine dingen na is het werk in de Willeminensingel en de Driesveldlaan helemaal klaar. Wat we wel nog moeten doen, dat is het Rafaëlpad aanpakken. Het was de bedoeling dat we daar zouden beginnen. Maar nog niet alle gronden waren in bezit van de gemeente. Dat is inmiddels wel zo. En over een paar weken gaan wij ook het Sint-Rafaëlpad aanpakken. Ook gaan we over een paar weken beginnen met de aanpak van de stadhuispromenade. Dat is het gedeelte hier achter mij langs het nieuwe stadhuis. De Willeminensingel en de Driesveldlaan zijn precies conform planning opengesteld op 1 april. Okay, dus dat loopt allemaal mooi volgens planning. Ja. Nu hebben jullie alles volgens plan uitgevoerd. Maar nu kan ik me voorstellen dat er, ja goed, voor de minder valide en de blinden, dat jullie die groep ook mee moeten nemen in het hele traject. Want ja. Het kan natuurlijk in de praktijk zijn dat er een aantal dingen niet helemaal kloppen. Ja. Hoe lossen jullie dat op? Nou, in het voortraject is er afstemming geweest met het gehandicapte platform. Voor de voorzieningen voor de minder valide en voor de slechtzienden. We hebben het nu eigenlijk conform plan aangebracht, maar we gaan nog een keer kijken samen met specialisten van het gehandicaptenplatform. Werkt het nu ook zo als wat we met z'n allen hadden bedacht? Okay, dus jullie lopen met hun traject even door en dan kunnen er eventueel nog aanpassingen? Ja, als dat nodig moet zijn gaan we dat doen. Ja. Okay, dan gaan we dus nu richting Stationstunnel. Want dat is, die is op dit moment afgesloten. Ja. Okay. Ja, op dit moment zijn we naar de Stationstunnel gelopen. En achter ons zien we hier de fietsers en de voetgangers. Die moeten over een compleet hindernisparcours de weg vervolgen. Ja. Dat lukt allemaal wel, maar hoe lang gaat het nog duren? Het is de bedoeling dat de Stationstunnel weer open gaat op 30 april. Maar mogelijk een week uitloop. Inderdaad, de fietsers moeten met de voetgangers een beetje de weg zoeken. In december is er een informatieavond, heeft dat plaatsgevonden. En toen heb ik al gezegd, Weert gaat het echt merken. Volgens mij heb ik daar ook geen woord te veel gezegd. Maar het is in ieder geval zo dat de Stationstunnel, maar ook de Parallelweg, dat die, als alles goed gaat, 30 april weer open gaat. Daarmee is in feite de nieuwe doorgaande route vanuit Keent richting Roermond of richting Eindhoven, is daarmee klaar. Die dus leidt via de Stationstunnel, Parallelweg, Driesveldlaan en dan naar de Willeminensingel. Ja. Maar jullie zijn in deze omgeving nog niet klaar. Er komt ook een nieuw busstation. Waar gaat dat naartoe? Ja, ongeveer op dezelfde plek waar nu het busstation is, daar komt een nieuw busstation. En tijdens de ombouw van dat busstation, waar we ongeveer medio mei gaan beginnen, gaan we de bussen ergens anders laten halteren. Onder andere aan het Stationsplein. Daar zijn al nu twee halteplaatsen die worden gebruikt. Maar er komt ook een tijdelijke halteplaats. Dat is hiernaast voor appartementenplaats De Citadel. Dat wordt overigens de toekomstige kiss-and-ride-strook. Dus waar mensen straks treinreizigers kunnen halen en brengen. Die wordt tijdelijk ingericht als halteplaats voor buslijn 173. Okay. En fietsers die blijven op dezelfde plek? Voorlopig? Die blijven in principe op dezelfde plek. Op dit moment zijn we al begonnen met de fietsenstalling. Want er komt een nieuwe fietsenstalling hier naast de Stationstunnel. Daar komen nieuwe fietsbeugels en ook een nieuwe verharding. Maar de fietsenstalling blijft op dezelfde plek. We doen die fietsenstalling zodanig aanpakken dat we dat in 4 delen doen. Dus 3/4 van de fietsenstalling blijft wel altijd beschikbaar. Nou was er eigenlijk een, voor jullie als Van Boekel Zeeland denk ik, een extra obstakel. Dat is de viering van Weert 600. Hè? Dat, het hele jaar door zijn er tal van activiteiten. Hoe spelen jullie daarop in? Ja, dat klopt inderdaad. We hebben onder andere al te maken gehad met de paardenmarkt die heeft plaatsgevonden. We hebben daarop ingespeeld door de Willeminensingel tijdelijk open te stellen ten tijde van de paardenmarkt. Op 10 en 11 mei dan vindt echt het grote festijn plaats in het kader van Weert 600. We hebben met de organisatie, waar we hele goede contacten mee hebben, hebben we afgesproken dat we de Stationstraat niet eerder aanpakken dan dat weekend. Zodat bezoekers die komen met de bus of met de trein niet langs de werkzaamheden hoeven te lopen naar de stad. Okay. Dus na dat grote evenement, dan pakken jullie hier ook het Stationsplein aan. En dat is eigenlijk de grootste operatie. Ja. En die gaat ook heel lang duren. En die gaat ook wel langer duren. Eind juni
Dan gaan we beginnen met het stationsplein. Dat wordt de meest ingewikkelde klus ook. Want we hebben natuurlijk nog te maken met de taxis en met mensen die van en naar het station gaan. Dus dat wordt nog een beetje een puzzel. We beginnen daar, zoals gezegd, eind juni aan. En ja, daar hebben we toch nodig tot halverwege september om die klus helemaal te klaren. Ja, dan is het ook nog de bouwvak erin. Dat is een extra pech, hè? Want dan ligt alles stil een aantal weken. Ja, nou ja, met de bouwvak dan zijn onze jongens ook op vakantie. Maar we willen het wel netjes achterlaten, zodat het wel nog blijft functioneren. Een klein voordeel wat ik me nog kan bedenken is inderdaad dat je in die zomerperiode die grote groep studenten, dat je die niet dagelijks hier op het station hoeven te zijn. Ja. Ja, dat is wel een bijkomend voordeel, maar we gaan in ieder geval wel ervoor zorgen dat alle looproutes van en naar het station wel nog zoveel mogelijk intact blijven. Oké, dus rond september zeg je dan moet eigenlijk alles klaar zijn. Ja. Nou, dan moeten we dan nog een keer terugkomen en dan bekijken we hoe het eigenlijk allemaal geworden is. Ja, het moet allemaal klaar zijn voor de kermis in september, dan is alles klaar. En ik stel voor dat we dan nog een keertje bij elkaar komen en dan laten we de architect ook even een woordje doen van waarom is het gemaakt zoals het gemaakt is. Nou, in september komen we dus nog een keer terug en dan is hier alles klaar. Dan ziet het er hier picobellen uit. Maar er gaan toch nog wel heel wat maanden aan overlast en hinder vooraf. Dat moeten we even voor lief nemen, maar we krijgen er inderdaad wel wat moois voor terug. Dus in september komen we terug en dan hebben we een gesprek met de architect waarom hij voor bepaalde ideeën heeft gekozen.